En de Surinaamse Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC, heeft vanmorgen certificaten uitgereikt aan 9 cursisten van de cursus Brood en Banket niveau 1. De organisatie verzorgt diverse opleidingen en trainingen, waaronder keukenassistent, housekeeping en front office. Volgens waarnemend directeur Rabin Buddha betreft het hier een nieuwe cursus en is de uitreiking aan de eerste groep geslaagden somber vanwege de COVID-19 situatie. Heel veel trainingen, heel veel opleidingen en deze opleiding is de laatste die wij, of meest recente die wij hebben ontwikkeld onder de twinningsfaciliteiten met Nederland en samen met het ROC van Amsterdam. Onder dit project hebben we de koks niveau 3 ontwikkeld en bakkers niveau 1, 2, 3. Het is een twinningsfaciliteit. De kosten voor lesmateriaal, het curriculum, het opleiden van de docenten, dat is ook door het project begostigd. Het gaat nog door. Verder hebben wij ook samenwerking met Bakkerij Fernandes, hebben we het curriculum getoetst. Ook met de trainer, mevrouw Matroos, die zeker een 20 jaar bij Toradica de banketafdeling of de pastryafdeling heeft gedraaid. Volgens Buddha heeft SHTTC veel ondersteuning gehad vanuit Suriname en Nederland. De cursisten kregen dan ook een erkend certificaat, onderstreept Buddha. Wij werken met internationale standaarden. Wij hebben met Nederland alles ontwikkeld. Wij werken met de CARICOM-standaarden, de CVQ's. En overal waar u zult gaan, zult u kunnen aangeven van dit heb ik geleerd, dit kan ik en dit kan ik niet. Iedereen zal weten wat u kunt doen en wat u niet kunt doen. We zijn heel blij met deze groep. En net wat mevrouw Blank zei, we hopen dat u doorgaat met niveau 2, want daar begint het echte proces. Niveau 2 duurt een jaar en een 3 maanden stage. En daarvoor moet u niveau 1 hebben. En daarna kunt u ook doorgaan naar niveau 3. En niveau 2 en 3 is te vergelijken met koks niveau 2 en koks niveau 3, waarbij je bij koks niveau 2 en bakkers niveau 2, dat je dan eigenlijk verantwoordelijkheid kan dragen. Jij kan al eindproducten leveren. De waarnemend directeur hoopt dat de cursisten door zullen gaan met studeren om de andere niveaus ook te behalen, zodat Suriname gecertificeerde koks en bakkers heeft.